Hallo, Philip Jelse hier, beter bekend als Macho Man de Schrik van Bilzen. Ik wil jullie graag mijn verhaal vertellen. Dat eind mei, begin juni begon. Het zit zo, in 2017 heb ik mijn originele profiel opgestart op Facebook. En van 2017 tot eind mei kon ik dit originele profiel probleemloos gebruiken en daarna niet meer, omdat het werd uitgeschakeld tot einde van de maand juni. We zijn nu juli, daarom hoop ik zo snel mogelijk terug actief te kunnen zijn op mijn originele profiel. Het is erg vervelend, omdat ik op dat originele profiel ondertussen een heleboel vrienden had bij elkaar gespaard, die de weg naar mijn profiel gevonden hadden. En daarom vind ik het zo belangrijk dat mijn origineel profiel terug actief wordt gezet. Ik hoop zo snel mogelijk terug op mijn origineel profiel actief te kunnen zijn. En dat zo snel mogelijk de problemen opgelost zijn met mijn origineel profiel, dat momenteel problemen geeft. Duim voor mij, want veel mensen zijn met mijn origineel profiel tijdelijk een contact met mij helemaal verloren. En daarom hoop ik dat zo snel mogelijk de problemen met mijn originele profiel terug opgelost zijn, zodat ik dit contact met hun terug kan vinden. Ik weet, dit is een vreemd verhaal. Wat heb ik dan verkeerd gedaan? En waarom? Is er misschien iemand die het gemunt heeft op mij? En waarom? Iemand met slechte bedoelingen. Maar wie dan? En wat dan? En waarom? Ik weet niet waarom en wat ik verkeerd deed. Dit verhaal is allemaal onschuldig begonnen. Maar oordeelt u zelf maar daarover als u het hele verhaal gehoord heeft. In mijn ogen deed ik dus niks verkeerd. Een groep die ik eind mei maakte, kreeg dus het onderwerp Jurgen. Omdat ik hoopte op een goed einde, deed ik dan iets verkeerd? En wat dan? En waarom? Ik geef toe, ik maakte een grote fout. Ik liet mij eerlijk gezegd ook een beetje te veel meeslepen in alles wat over Jurgen gepost werd. En door alles wat erover in de kranten en op de radio en zo kwam. En daar ging ik in de fout. En die fout geef ik al sinds eind mei, begin juni toe bij Facebook. En we zijn nu juli. Ik weet het allemaal niet meer, wat ik verkeerd deed en waarom en zo. Is dit toeval? Gebeurde dit bij meerdere mensen of alleen bij mij? Heeft iemand het dan toch op mij gemunt? Maar wie en waarom? Ik weet het allemaal even niet meer. Ik ben ten einde raad. Sorry. Het begon allemaal op mijn origineel profiel eind mei, begin juni, met 30 dagen postblok. Ik vroeg eind mei, begin juni een beoordeling aan. Maar het antwoord was toen, je beoordeling wordt behandeld. Ik doe er sinds eind mei, begin juni, tot nu, begin juli, alles aan om mijn fout toe te geven bij Facebook en mijn origineel profiel terug actief te laten zetten door Facebook. Ik heb het ook zo geprobeerd. Eerst klikken op hulp en ondersteuning, daarna klikken op overige, daarna klikken op probleem rapporteren en dan je probleem schrijven. En dan wordt het gestuurd naar support inbox.
Ondanks alles wat ik tot nu toe probeerde, kreeg ik nog steeds geen antwoord van Facebook. We zijn nu juli en ik wacht al sinds eind mei, begin juni. Als ik dan eindelijk antwoord kreeg van Facebook, dan was het dit. We kunnen je bericht niet nogmaals beoordelen, met de al bekende uitleg erbij. Minder mensen beschikbaar om inhoud te beoordelen, etc. Ik kreeg dan een referentiecode waarmee ik bezwaar kon aantekenen. Dat gebeurde allemaal rond eind mei, begin juni. Alles heb ik geprobeerd. En geduldig wacht ik van eind mei, begin juni, tot nu op een antwoord dat ik niet kreeg van Facebook. We zijn nu juli. Waaraan heb ik dit verdiend? Dat mijn origineel profiel uitgeschakeld staat en zo. En waarom? Wat deed ik verkeerd? En waarom? Wie heeft het op mij gemunt? En waarom? Duim AUB voor mij dat ik mijn origineel profiel niet definitief kwijt ben. Want zou u in zo'n geval niet radeloos zijn, nadat u zoveel tijd en energie hierin stak en zoveel moeite deed? Ik wel. Snapt u nu waarom? Ik deed van eind mei, begin juni, tot nu zoveel moeite om bij Facebook mijn fouten toe te geven. Hoewel ik niet wist of ik iets verkeerd deed en wat ik verkeerd deed. En we zijn nu juli. En nog steeds kreeg ik geen antwoord van Facebook. Het enige dat er staat is dat mijn beoordeling behandeld wordt. Voor de rest koos Facebook uit mijn vriendenlijst van mijn origineel profiel 5 mensen die ik niet zelf kan selecteren. Met die 5 codes die deze 5 mensen via een link moeten krijgen, kan ik dan mijn origineel profiel terug actief zetten. Maar als ik van deze 5 mensen die ik op chat gestuurd heb op Messenger met mijn geen antwoord krijg en dus geen codes, dan kan ik mijn origineel profiel niet terug actief zetten. Ik ben ten einde raad. Kan iemand mij AUB zeggen hoe ik de helpdesk van Facebook kan contacteren? Via mail of telefoon of zo. Want alles wat mogelijk was om mijn origineel profiel dat uitgeschakeld werd door Facebook terug actief te krijgen, hebben papa en ik tot nu toe geprobeerd om dit origineel profiel terug actief te krijgen. En niks helpt. Ik hoop dus dat dit YouTube-filmpje dat ik maakte, waarbij ik mijn verhaal kon vertellen, ervoor gaat zorgen dat ik eindelijk zo snel mogelijk terug actief kan zijn op mijn originele profiel. Ik kreeg op mijn originele profiel bij de Facebook-app op mijn telefoon nog meldingen binnen. Dus er is nog hoop. Duim AUB voor mij dat mijn origineel profiel niet definitief uitgeschakeld werd door Facebook. Dit was mijn verhaal, dames en heren. Bedankt voor het kijken allemaal. Tot ziens!